wachten op een injectie. Je wil gevaccineerd worden. Door omstandigheden, omdat de temperatuur niet oké is, gaat het niet door. Chaos bij de vaccinatielocatie De Calandhal in Nieuw-West. Bezoekers met een afspraak voor hun prik konden niet meer gevaccineerd worden. Schijnbaar is er iets met de koeling aan de hand. Waardoor de IRVM heeft besloten om niet te vaccineren. En we worden nu allemaal naar andere locaties toegewezen. Schandalig is het. Dit uren wachten hier al voor niks. Het is toch vreselijk? Hoe lang stond hij te wachten? Nou, 2 uur. Nou, dat kent toch niet, Tiet? En de mensen, die hele rij daarom. En nu sturen ze me naar een rij. Voor sommige mensen was de prik zelfs al heel dichtbij. Ik stond binnen, ik was eigenlijk als tweede aan de beurt. Ik kon de hal al in, ik kon het al ruiken, maar... Zag je vaccinatie eigenlijk al klaar liggen? Ja, eigenlijk wel. Ik zag hem al roepen, maar helaas. Ik ga nu naar de rij. Volgens de GGD ging het niet om de temperatuur van de vaccins. Er zouden problemen zijn met het voorbereiden. De mensen met een afspraak bij de Calandhal werden doorverwezen naar de NDSM, RAI of aanvalspriklocatie. Een stuk verderop dus, en dat was even slikken. Ik heb geen vervoer. En daar gaat natuurlijk iedereen, naartoe. Dat snap je toch wel? 2 locaties voor heel Amsterdam. Het is gewoon hier al. Gegroet.